Mijn naam is Michelle Visser, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Compliance Professionals. In de Week van Integriteit 2022 vraag ik als bestuurslid aandacht voor het Huis voor Klokkenluiders. Het huis waar klokkenluiders maatschappelijke misstanden aan het licht kunnen brengen. Naast mij zit Wilbert Tomezen. Wilbert, waar zou jouw wens zitten als het ging om de aandacht voor het huis? De aandacht voor het huis, wat ik met het huis vraag wil, is mensen kunnen helpen, effectief kunnen helpen, die het lef hebben gehad om een misstand te melden. En voorkomen dat die mensen daar in de problemen komen. We doen dat met ons afdeling advies. We doen heel veel aan kennisverspreiding. We doen onderzoek. En wat het huis mist, vind ik, is vooral tanden als echt moet. Tanden als echt moet. Dat is eerst, dat is twee. Einde van de dag echt op te kunnen komen voor klokkenluiders. In het ergste geval zelf door de hand te zeggen, u heeft iets gedaan, niet dat gemogen, u mag geen represailles plegen tegen mensen die iets melden. Dus de eerste wens is een sterk huis worden, met een toezichthouder, een huis als toezichthouder die tanden heeft, en in de derde plaats, ik zou door graag willen dat er een voorziening komt, mensen die, doordat ze iets hebben gemeld, in de problemen komen, psychisch, financieel, sociaal, maar ook juridisch, dat er een voorziening komt dat die mensen die iets hebben gemeld, dat we allemaal belangrijk vinden. Nou, hiervoor vragen wij dus aandacht. Voor meer informatie kun je naar de website www.huisvoorklokkenluiders.nl of www.vco.nl. Dank voor jullie aandacht.